Willem-Alexander zei in de uitzending dat hij veel mooie herinneringen heeft aan de verschillende zalen. Maar een hele bijzondere is toch wel 30 maart 2001 in de grote balzaal, dat ik mijn Maxima aan Nederland mocht voorstellen als mijn verloofde. Paleis Noordeinde is een mooie plek om te werken, vindt Willem-Alexander. Maar een ander kantoor waar hij graag werkt is de cockpit van het vliegtuig. Dat komt met name door het uitzicht. Ook koningin Maxima werkt graag op het paleis. We komen er best vaak. Maar we slapen hier niet, vertelde ze. We komen soms met de fiets en soms met de auto.